De verschillen vind ik zo mooi. We lijken heel veel op elkaar, maar ook weer niet. De Indo's hebben haast geen baardgroei. Heel vaak gewoon zie je die opa's, zie je drie haren hier toch? Ik zag laatst een opa net hier, die zat zitten, ging met zijn haar ging niet zo flassend zo. Vandaag zijn we op de Pasarmalam Istimewa XL. En ik ben Joshua Timisela van de Brothers Timisela. En ik neem jullie mee op de moeilijkste dag. Waarom die snor? Ja, Sendam man. Ik dacht bij mezelf van, laat ik een snor zetten. Maar dat is wel iets typisch moeilijks, hè? Ja, typisch moeilijks. Want hoe noemen wij dat? Kumistabaal. Kumistabaal, toch. Dikke snor, kumistabaal. En ik vind het zo geweldig dat je dat hebt. Want dat laat je toch wel een beetje het moeilijkste zien op deze dag. En wat brengt u hier eigenlijk? Wat vindt u, waarom? Indische roots. Dat zag ik. Oh ja? Ja, dat kan je zien. Dat zie ik aan de ogen. Oké, nou, Indische roots. En naast die pusan goreng, voor wat kom je dan? Nog meer? Voor de gezelligheid en weer familie zien. Kan je die gezelligheid eens even uitleggen? Gezelligheid, ja. Leuke sfeer, gewoon net alsof je weer een beetje in Indonesië bent met alles erbij. Want je komt uit Indonesië? Ja, Toeha. Oh, wat zijn we gewoon Molux? Even rustig rondkijken. Makan, senang. Makan. Eten, doedoek, zitten, sedang. Je ziet, Molukkers moeten altijd heel vaak één woord herhalen. We zeggen nooit één woord één keer, toch? Nee, nooit. Pasarmalam Istimewa XL, vandaag de Molukse dag. En wij mogen hier drie keer optreden. Wij zijn The Brothers Timisela. En we gaan het hebben over muziek, over eten en vooral veel gezelligheid. Van de Indo's, dat hebben jullie, hè? Jullie hebben heel veel sambals. Jullie hebben de mango chutney, hè? De ananas, weet ik veel. En de sambal gledek. Ik weet niet wat het is, gledek. Dat klinkt lekker, gledek. Zoveel verschillende soorten sambals. En wij Molukkers hebben gewoon één van mama. En die sambal is echt gevaarlijk. Wat ik gewoon weet vanuit mijn eigen cultuur, de Molukse cultuur, is dat wij niet zoveel soorten sambals hebben. Wij hebben gewoon één sambal en die maakt jouw moeder of jouw oma. En dat is gewoon zeg maar, dat komt gewoon rechtstreeks uit de hel. Zo heet was dat. Nou, daar gaat hij dan. Nee. Daar gaat hij dan. Oh, ik ga kapot, man. Goh, wat lekker, zeg. De roti koekoes. De roti koekoes, daar werd ook thuis heel erg veel gemaakt. De bika ambon. Dit zit er pandan in. Dat is ja, zeg precies. Maar. Ja, pandan. En dat wordt dan zeg maar net als ja, een cake. Pandan, weet ik ook niet. Pandanblad is van. Pandanblad. Van een boom. Dat is een boom. Ja, en dat wordt dan lekker gemaakt. En dit is sponscake. En zet de sponscake omdat je dit kan doen. Ik doe ja, het niet te hard, hè? Ik kan het in. Wat ik zo mooi vind tussen Molukkers en Indo's, je hoort het eigenlijk al, de plaatsen waar zij vandaan komen. De Indo's komen dan uit Jogja. Jogja, Jakarta, Manado. Weet je? En Molukkers is meer rauwer. Haruko, Seram, Ambon. U voelt zich trots in Indonesië. Ja, maar ik ben ook Rotterdammer. Hè? Dat is mooi. He, dus het is helemaal thuisgrond voor mij hier in Rotterdam. Ik kom hier vandaan. Dat vind ik zo mooi. Geboren Surabaya is ook een havenstad en getogen in Rotterdam. Kijk, dat vind ik nou zo mooi dat deze oom dat zegt. Je bent niet alleen maar een Molukker of alleen maar uit Surabaya. Je kent meerdere identiteiten en meerdere loyaliteiten. En dat maakt Rotterdam juist zo mooi.